In Dat gaat hem niet worden houdt Hugo Hoes elke week de peilingen voor de Tweede Kamerverkiezingen in de gaten. En ook al een keer als Geert Wilders verkleed geweest. Als Geert Wilders? Ja. Hugo gaat iedere week langs bij een kandidaat die net niet gekozen wordt. Of toch wel? Volgens de laatste peilingen is D66 flink. Ik schreeuw het hard. Volgens de laatste peilingen gaat het met D66 niet zo goed. Ze stonden op 18 zetels en staan nu op 14. En dat is wel heel erg jammer voor nummer 18, 17, 16 en 15. Want dat gaat hem niet worden. Onder meer niet voor Rens Ramakers, nummer 17. Rens woont in Neer. Neer is in Limburg. Rens zit in de gemeenteraad. Lid vriendengroep hardlopen, fietsen, lezen, schrijven, muziek, cultuur, uitgaan, reizen. Nou, ik denk niet dat Rens eigenlijk tijd heeft voor Den Haag. Misschien moeten we wel eens gaan kijken bij hem op zijn voetbalclub bijvoorbeeld. Op naar neer. God. Rens, die staat op nummer 17 bij D66. Laatste peiling, 14 zetels. Dat gaat hem niet worden. Het ligt er natuurlijk aan welke peiling je gelooft. Er zijn verschillende peilingen. Een aantal peilingen staan we inderdaad op 14. Maar er is ook een peiling waar we op 18 staan. Dus... Op 18? Ja. Een eigen peiling? Hier geen ook... eigen peiling, nee. Oh, hij staat op een selfie met Pechtold. Nou, Alexander volgt me al een paar jaar op Twitter. Nou, dat doe je natuurlijk niet, Rens. Ik maak selfies met Alexander Pechtold, met Petra Stine. Die kun je allemaal terugvinden op mijn Instagram. Maar ik maak nog veel meer selfies, ook nog vele gekkere. Leiden grensrechten, RKSVN 2. Is dit jouw eerste kamer? Dit is wel een kamer, ja. maar hier kom ik wel vaak, ja. Ja. Maar je hebt heel hoog gevoetbald totdat je ziek werd? Ja, klopt. Want je hebt kanker gehad? Hij is kaal. Vanwege de kanker ben je kaal? Ja. En dat blijft zo? Dat blijft zo. Het is nu al meer dan 6 jaar geleden dat de behandeling klaar is. En ik word ook nog 10 jaar gecontroleerd. Dus daar zijn er nu 6 van om. Maar er zijn er nog 4 te gaan. Ja. Maar het is niet zo'n dermate risico dat het gevaarlijk is om jou te stemmen. Nee hoor, de mensen mogen gerust op mij stemmen. Neer is Limburg. Eens kijken, dat is het Leudal. Gemeente Leudal. Hoe noem je iemand daar neer? Een nergse werkse. Wat is dat? Dus iemand die heel koppig is en altijd bij zijn eigen principes blijft. Maar is dat handig in de politiek? Ja, dat is in Leudal wel handig. In Leudal wel, maar in Den Haag? Ja. In Den Haag ook wel. Ik denk het wel. Maar in Den Haag, je moet compromis sluiten. Tuurlijk, maar daar sta ik ook wel voor open. Ja, alleen, het is wel als Kamerlid belangrijk, vind ik, of je nu in de coalitie komt of in de oppositie. Je zult altijd die regering moeten controleren. Hmm. En je moet daar volgens mij wel een beetje kritisch voor zijn en koppig en die dossiers opvragen en de vragen stellen. En ja, daar ben ik wel goed in. Ah, mijn speerpunten. Kijk, dat klinkt al goed. Jongeren? Ja, tuurlijk, Rens is zelfs een jongere. Je merkt wel dat jongeren heel het gevoel hebben dat de mensen in Den Haag hen niet vertegenwoordigen. En wat dat betreft kun je als jongere, heb je dan een streepje voor. Hmm. Want je kunt zeggen, ja, ik ben zelf jong, dus ik weet wat jullie problemen zijn. Limburg, de grensregio. Ja, logisch. Hij woont daar zelf. Transparante politiek. Nou, dat lijkt me niet echt iets voor Limburg. We zitten hier dicht bij Roermond. Ja. We kennen ja. allemaal Jos van Rij, de onderkoning van Roermond. Ben jij de onderkoning van Neer? Nee. Nee, niet? Nee, ook niet van Leudal. En ik ben juist diegene geweest in Leudal die dat soort gedrag, vriendjespolitiek, achterkamertjespolitiek, hier aan de orde heeft gesteld. Het college is daardoor ook gevallen. Er is een nieuw college van BMW gekomen. Ik denk niet dat ze het in hun hoofd halen om het nog een keer te doen. Want dan weten ze wat hen te wachten staat. Hij heeft nog een Facebookpagina speciaal voor de campagne. Stem Rens de Kamer in. Nou, die slogan kan vast beter. Dat is toch niet zo'n goede slagzin? Ja, juist wel. Het gaat echt om mijn activiteit. Het is niet zomaar Rens, het is niet zomaar de Tweede Kamer. Maar mensen moeten er echt op gewezen worden dat ze iets moeten doen. Ze moeten stemmen en dan moeten ze Rens de Kamer instemmen. Oh, hij probeert via voorkeursstemmen in de Kamer te komen. Ik ga voor de voorkeursdrempel. Ja, 15.000 voorkeursstemmen. Hoe ga je dat regelen, Rens? Kijk, 3 jaar geleden waren de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En er zijn heel veel mensen, ja, ik vind het heel goed dat jij meedoet. Maar ik heb niks met D66. Ik zeg, dat maakt ook niks uit. Hier, we drinken een pilsje en je stemt gewoon op mij. Nou, geregeld. En dan zeg ik, bij de landelijke verkiezingen mag je dan wel op je eigen partij stemmen. Als je nu maar bij de gemeenteraadsverkiezingen op mij stemt. Maar nu kan het niet meer. Nee, dus nu moet ik weer met iets anders komen. Dus nu moet ik 2 pilsjes geven. Ja, minimaal. Tuurlijk houdt hij van carnaval, het is een limbo. Ik ben ook al een keer als Geert Wilders verkleed geweest. Als Geert Wilders? Ja, en dan een D66 shirt aan. Nee. En er waren wel heel weinig mensen die dat begrepen. Rens is echt een man van het dorp.
kan niet zonder jou? Nee. Nee? Nee. Dus je kunt toch helemaal niet weg hier? Ik kom ook elk weekend terug. We hebben hier een bal. Jouw grote passie die is van je afgenomen door die kutziekte. Kun je er nog iets mee eigenlijk? Oh, zeker. Zeker. Hier. Oh, via de bar. Rens, dat gaat hem niet worden. Maar wie weet, ik geef je 10 seconden de tijd om iedereen op jou te laten stemmen. Vanaf... Het wordt tijd voor een Limburger en een jongere in de Tweede Kamer. Alleen dat kan zorgen voor een noodzakelijke vernieuwing en verjonging. Dus stem Rens de Kamer in. Aan de bal. Vond je dit nou leuk en wil je meer van de VPRO? Abonneer je hier of klik op de speellijst.